Loco-burgemeester Ashley North stapte maandagmiddag op zijn fiets voor een bezoek aan jeugddorp Leiden. Na een warm onthaal door de kinderen... Ja! ...bleek North een verrassing te hebben voor vrijwilliger Jan van Omen. Jan, fantastisch. Kun je even op het podium komen, alsjeblieft? Van Omen is al jaren vrijwilliger bij het jeugddorp. Reden voor de gemeente om hem te belonen met het Cornelis Joppesbeeldje. Het Cornelis Joppesbeeldje is echt een stedelijke onderscheiding ter waardering van vrijwilligers. Dus het is echt een uiting van waardering van de burgemeester en de wethouders. En ook een aanmoediging voor Leidenaars om zich in te zetten voor de stad. Ja, Jan is fantastisch. Jan werkt al 25 jaar vrijwillig voor het jeugddorp. Elke zomer komt hij als eerste 's ochtends vroeg hier aan om ervoor te zorgen dat alles klaar staat. Hij vertrekt weer als laatste, zorgt ervoor dat alles schoon is, dag in dag uit en dat al 25 jaar achter elkaar. Ja, dus je kan gewoon zeggen, zonder Jan geen jeugddorp. Het was een hele klus om de verrassing verborgen te houden voor de betrokken vrijwilliger. Ja, echt heel veel trucjes en een geheime appgroep. En staat in het draaiboek staat, ja, de loco-burgemeester die komt jeugddorp openen. Want we hebben tegen Jan Beert, ja, hij kon niet op woensdag. We doen het normaal altijd op woensdag. Ja, wij hebben gewoon per koksdood, hij komt op maandag. Want maandag is je officiële jubileumdag. Maar zodoende, ja, we hebben echt gewoon... heel smerig achter zijn rug om van alles er nog op bewacht. Ook de jeugdcommissie had een cadeautje voor de supervrijwilliger. Van Omen kreeg een fotocollage met hoogtepunten van de afgelopen 25 jaar. Ja, noem maar een oorkonde van 25 jaar. Ja. Er staan foto's op, dat scheelt 15 jaar, maar ook 25 kilo. Hun, de andere vrijwilligers doen hetzelfde werk wat ik doe. Ja, alleen ik sta iets vroeger op. Alex,